Ergens, net over de grens in België, ligt deze verlaten discotheek. Alle ramen zijn dichtgetimmerd en al 25 jaar staat het gebouw langs de drukke weg. Hoe lang de discotheek al leeg staat, weten we niet. Wel vonden we binnen de mogelijke reden van de sluiting: brand. De balklagen waren compleet verbrand en overal zag je duidelijke sporen van. Wel was de discotheek nog redelijk intact en is de brandschade beperkt gebleven. Vandaag nemen wij een kijkje. Eerst probeerden we de voordeur, maar helaas was deze dichtgeschroefd. Vervolgens was er aan de zijkant een raam open, waardoor we naar binnen konden. Dat heeft natuurlijk niemand meer gefilmd, hè? Jawel. Jongens, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Urbex NL. We zijn net door een klein raampje geklommen en we staan dus nu binnen in een verlaten discotheek. We hebben dus nu net de voordeur hebben gevoeld. Die was helaas dichtgeschroefd. Ik heb op een andere video gezien dat er iemand via de voordeur dus naar binnen is gegaan. Helaas werkte dat bij ons niet, maar was er wel gelukkig een raampje open aan de zijkant. Het is best wel een drukke weg hier zo, dus we moeten wel een beetje oppassen wat we doen en met licht. Maar hoe ik het al zo voor me zie, is dit echt wel super mooi gemaakt. Kijk, als je dan zo al een beetje kijkt om je heen. In wat voor stijl dit is gemaakt. Heel die bar. In een soort van ouderlijke stijl gemaakt. En dan heb je hier natuurlijk heel de bar voor je. Lekker biertje tappen. En dan kon je hier gewoon genieten. En hier zo bij de dansvloer een beetje gaan staan. Overal hangen de lichten. Welke plaatje gaan we draaien? Ik heb even een lekkere meezinger, of niet? Ja, kijk, dit is Marco Bussato met Binnen. Hij doet het niet. Nee, maar ik heb wel net de stroom aangezet. Oh, echt? Ja, dat was ook heel wat dingetjes. Oh, goeie. Maar inderdaad, jongens, zoals je kan zien, is dit dus de DJ booth. Dus hier stonden ze inderdaad lekker te draaien. Speakertjes zie je overal hangen. En je ziet het daar ook al, boven. Daar hangen dus ook allemaal van die discolampen en allemaal van zulke soort dingen. Dus dat kan je wel weer zien, een soort van, toch wel echt in een soort van clubachtige kroeg bent. Nou, dat is toch wel leuk, de staantafeltjes natuurlijk. En hier heb je weer een ander deel, ook weer met een barretje. Dus je had daarachter had je een barretje en je had hier dus een barretje. En dit ziet er echt wel super mooi uit. Dan ga ik eens even achter de bar kijken. De plek waar je natuurlijk als bezoeker niet kon komen, maar wij staan er, achter de bar. Zullen we eens even kijken of we nog een lekker pilsje... Ja, ik heb een biertje pakken op de koelkast. Oeh, skere tijden, het is op. Maar het is te koop, dus het moet allemaal nog gewoon... Ja, ik weet niet. Je zou zeggen dat ze op zaterdag gewoon open zijn, maar... Ja, waarom zijn ze eigenlijk niet meer open? Dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet weten. Maar dit, alle Friese elementen, dingen en alle kastjes en zo, alles is leeg. Dat is wel heel jammer. Maar het is toch wel heel grappig om dit te zien. En in wat voor stijl dit natuurlijk ook is gemaakt. Hè? Want als je zo een beetje kijkt, is het toch wel een beetje die jaren 80-achtig stijl. Is dit wel gemaakt. Je ziet hier ook een cd-hoesje liggen. Kijk, House Classics. En die zijn 8,95 franken. Kijk, zijn een oude Belgische munt. En dan denk ik ook wel dat je hier echt wel lekker op je gemak zat. Als je hier een biertje voor je had, als je lekker die House Classics lekker door de speakers hoorde klappen. En dat is toch wel leuk. Je ziet hier wel dat hier duidelijk wel brand is geweest. Alles is helemaal zwart uitgeslagen en alle balken zijn helemaal gewoon verbrand. Nou heb ik wel gezien dat dit hele pand dus te koop is, dus je kan het dus kopen. Wel denk ik dat het gewoon helemaal tegen de vlakte moet en dat je er voor de rest helemaal niks meer mee kan. Maar deze locatie is wel echt gewoon perfect. Je zit recht aan een weg. Je kan dit makkelijk weer ombouwen of in ieder geval weer verbouwen tot een mooie kroeg, / discotheek, zoiets. Kijk, en hier heb je dus ook weer natuurlijk die speakers. En die zijn ook helemaal zwart uitgeslagen. En zoals je kan zien is dat hier dus ook het geval. De traptreders. Alles is helemaal zwart.
En dan zie je dus hier vooral ook met deze balklaag. Die is gewoon compleet zwart geworden. En helemaal weg eigenlijk. Maar dan hebben we hier nog wel een hele oude telefooncel staan. De Engelse telefooncels. Het is wel echt super leuk. Met de telefoon en zo hangen daar nog. Je had gewoon de codes om mensen te bellen en zo had je zelfs ook nog. Dat is echt wel een superleuk detail om dat zo een beetje in een kroeg aan te treffen. Dan kan ik wel zien dat het toch wel een hele leuke oude stijl is wat ze hier in hebben verwerkt. En dan hebben we hier natuurlijk ook de wc'tjes. Kijk, dan hier ook alle schakelaars. Gewoon compleet doorgebrand. Dan hebben we hier ook weer een ander gedeelte. Waar je, ja, alle stoeltjes natuurlijk werden vrijgemaakt als er natuurlijk een discoavond was. Als er zoiets was. Voor de rest lekker open haartje erbij. Lekker gastvrij uiterlijk eigenlijk van deze hele kroeg. En hier kon je natuurlijk ook dansen. Alles werd hier lekker vrijgemaakt. Normaal stonden er natuurlijk allemaal stoeltjes en allemaal zulke dingen. Maar ja, nu is dat niet meer het geval. En denk ik dat het gewoon gesloopt gaat worden. Kijk, je kan het hier ook zien. Te koop. Commerciële bouwgrond. Dus ik heb bijna wel, denk ik, het vermoeden dat als dit wordt gekocht door iemand, dat het gewoon helemaal tegen de vlakte gaat en dat er gewoon wat anders voor in de plek komt. Hier aan deze kant hebben we dus ook nog een trap. We gaan ook eens even boven kijken. Kijk wat hier nog allemaal ligt. Dit is een lege kamer. De wc hebben aan die kant. Hier hebben wat lampjes liggen. Maar hier woonden deze mensen gewoon. Die woonden hier gewoon. Die woonden op de allereerste verdieping. Die hadden boven hun eigen kroeg. Of beneden hadden ze hun eigen kroeg. En voor de rest woonden ze hier gewoon. Dat is natuurlijk vaker dat mensen wel gewoon boven hun restaurant of boven hun winkel wonen. Dat is toch wel leuk. Hier heb je nog voor de rest wat kamertjes. En voor de rest heb je hier ook nog wat kamers. Dan kan je nog naar het dak. Althans naar de bovenste verdieping. Dat lijkt me niet echt een slim idee. Dat ga ik ook niet doen. Dus ik ga ook weer gelijk snel naar beneden. En dan ga ik daar nog even kijken. En dan gaan we gelijk even deze trap op. Dit is de laatste trap. Want op die andere trap kan je natuurlijk niet meer komen. Dat is natuurlijk gewoon compleet weggebrand. Maar hier had je dus ook gewoon nog allemaal stoeltjes staan. Wat krukjes. En hier zie je ook wel de discolampen. Zie je ook wel gewoon goed hangen. En ook die enorme discobal. Zie je daar in het midden hangen. Ik heb heel veel tegenlicht op het moment. Maar kan ik niet veel verder. Maar hier heb je een beetje overzicht van boven. Misschien was het wel een beetje een VIP-ruimte of zoiets. Daar is natuurlijk alles weggebrand. Je hebt wel een klein deel. Maar verder natuurlijk hier hangen discolampen. Zoals je ziet. Daar aan die kant hangen ook allemaal discolampen. Dus ik denk dat het vroeger echt wel super mooi eruit moet hebben gezien. Ik heb dus net ook gekeken of ik wat informatie kon vinden over deze hele discotheek. Over de brand, wanneer dat is gebeurd en dat soort dingen. Ik heb daar gewoon totaal niks over kunnen vinden. Onder die naam is er gewoon helemaal niks bekend, zeg maar. Ook de brand heb ik niet kunnen vinden. Terwijl het best wel een groot ding is, neem ik aan, als er brand is in een discotheek. Dan komt alle nieuwsites komt dat natuurlijk wel op. Niks over kunnen vinden, dus dat is wel jammer. Wel heb ik ergens gelezen dat het 25 jaar lang leeg staat. Al weet ik natuurlijk ook niet of dat inderdaad helemaal waar is of dat het misschien al langer leeg staat. Dat weet ik niet. Toch wel een super vette locatie. En voor je dat nou ook, laat dan even zoveel mogelijk likes en reacties achter onder in deze video. En dan check jou gewoon weer bij een volgende video. Later.